Actrice Marianne Mudde heeft onthuld dat ze in 1995 een moeilijke tijd had op de set van Baantje vanwege het gedrag van haar medeacteur Piet Reumer, de grootvader van Thijs Reumer. Ze beschreef hem als ingewikkeld, dwingend en intimiderend en deelde haar emotionele ervaringen in een interview met NPO Radio 1. Marianne herinnerde zich dat ze na het eerste seizoen van de serie huilend op haar fiets naar huis zat, nadat ze een bos bloemen had gekregen als afsluiting. Ze vond de samenwerking met Piet Reumer afschuwelijk en merkte op dat hij heel licht ontvlambaar was en in dat eerste seizoen mogelijk een hekel aan haar had. Ze kon echter niet zomaar stoppen met de show, omdat ze zich realiseerde dat dit haar carrière niet ten goede zou komen. In een poging om met het gedrag van Piet om te gaan, probeerde Marianne zich aan te passen en te leren hoe ze met moeilijke mensen op de set kon omgaan. Ze was geïntimideerd door de aanwezigheid van veel testosteron op de set en herinnerde zich hoe Piet kon mopperen als ze zich versprak. Gelukkig duurde deze moeilijke periode slechts één seizoen. In het tweede seizoen veranderde de houding van Piet Reumer jegens Marianne plotseling. Nadat hij haar werk had gezien, sloot hij haar in zijn armen en leken hun problemen te verdwijnen. Marianne vond hem daarna eigenlijk heel lief en had persoonlijk geen last meer van hem. Toch bleef ze benadrukken dat zijn aanwezigheid op de set soms de sfeer negatief beïnvloedde.